Ik ga rode kool klaarmaken. En ik heb 1 hele rode kool fijn gesneden. Ik heb 2 uien fijn gesneden. Ik heb 80 gram dessertrijst met een theelepel kaneel. Ik heb 4 lolierblaadjes. Ik heb 5 kruidnageltjes, die zitten eronder. Ik heb 3 appeltjes in blokjes gedaan. Ik heb 4 eetlepels suiker. Ik heb 600 ml water en ik heb 1,5 eetlepel azijn. En dat moet ik eventjes kijken hoe die straks is. Want het moet natuurlijk niet te zuur zijn, maar dat is een beetje smaakverschillend. En dan heb ik zo meteen natuurlijk nog zout en peper naar smaak. Maar ik ga beginnen met het fruiten van de uien. Uitjes in de pan. Dus echt eventjes 2 minuutjes en dan gaat de rode kool er al bij. Dus dat heeft niet zo heel veel tijd nodig. Nou, inmiddels de rode kool bij de glazige uien ingedaan. Gewoon goed doorgeroerd. Dit bak ik even 2 of 3 minuutjes nog mee. Daarna gaan we weer verder met de volgende stap. Nou, dan gaan we weer een paar minuten verder. Nu doe ik de suiker erbij. En de lolierblaadjes, kruidnagel, kaneel en de dessertrijst. Dit gaat goed doorroeren en dan doe ik de water erbij. En dan laat ik het 45 minuutjes lekker zacht gaar koken. En de laatste 10 minuutjes doe ik er de appelblokjes en de azijn nog bij. Nou, de rode kool heeft nog ongeveer 10 minuten te gaan. Dan gaat het azijn erbij. En de appeltjes doe ik erbij. En dan laten we het nog even 10 minuten meekoken. En dan is het bijna. Ik heb de appeltjes er doorheen. Dus nu kan het weer verder lekker doorpruttelen. Ik heb trouwens nog wel extra water bij gedaan. Want ik vond dat hij een beetje te droog werd. Dus ja, dat moet je gewoon even in de gaten houden. Dat hij nog wel een beetje vocht blijft houden. Want anders dan gaat het natuurlijk aanbakken op de bodem. En dat moeten we niet hebben. Nou, de rode kool is helemaal gaar. En dan kunnen we lekker aan tafel.